De Circular Economy Challenge in One Day is een dag voor de zorg specifiek, waarin we een 20-tal bedrijven en instellingen in de sector helpen stapjes te zetten op het gebied van circulaire economie. We zitten hier in deze mooie studio in Kessel en we hebben een heel mooi programma. Focus is kansen in de zorg. We gaan plenair uit elkaar, we gaan in groepen uit elkaar, we hebben individuele speeddates. Het belangrijkste is dat jullie heel veel kennis gaan krijgen en heel veel ontmoetingen zullen hebben. Veel mensen weten niet dat de zorg ook een bijdrager is aan de CO2-uitstoot. 7% van de CO2-uitstoot komt door de zorg. Dat is eigenlijk heel gek, want de zorg zou je denken, die maakt mensen gezond. Maar op die manier belast de zorg ook weer het milieu en dat is natuurlijk weer niet gezond. En dus ook de zorg heeft een grote opdracht en een verantwoordelijkheid om te investeren in duurzaamheid, zou je kunnen zeggen. Gezondheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van die duurzaamheid. En die circulaire economie of dat circulair ondernemen, ik vind het wel heel mooi om dat ook toe te passen binnen onze tak van sport. Naast het hebben van een elektrische auto, wat tegenwoordig wel niet meer heel spannend is, zijn we wel bewust bezig met welke ruimtes werk je en welke ruimtes leef je. De zorgsector staat voor een hele grote uitdaging. Er zijn meerdere zaken waar de zorgsector zich op moet focussen. Het kan zijn medicatie die in het afvalwater terechtkomt, het kan zijn luiersrecycling, het kan ook zijn duurzaam of circulair vastgoed, wat natuurlijk veel zorginstellingen hebben. Nieuwe locaties die we willen aanschaffen, daarin proberen we bestaande oude locaties om te vormen naar nieuwe. Dat proberen we te doen op een duurzame manier, zodat we energiezuinig kunnen werken. Ik vond het een hele interessante dag. Hij gaf ook nieuwe inzichten. We zijn zelf met een aantal projecten bezig en in de contacten die we daar hadden kwamen toch wat nieuwe ideeën op tafel weer die aanvullende informatie vaak andere inzichten weer gaven op. Bijvoorbeeld vervoerskwesties, logistieke zaken die heel voor de hand liggend zijn voor sommige bedrijven en voor de zorg een heel ver mijn bedshow zijn. En door die samenslag te maken, dan daar boek je samen winst. Ik moet zeggen dat het ontzettend goed in elkaar zat. De dag verliep heel, heel lekker, ontspannend, veel afwisseling, individuele contacten, interessante sprekers. De tijd die vloog eigenlijk voorbij. Ja, de opbrengst die we nu hebben hieruit, die halen we de volgende keer weer uit. Dus ik denk dat dat heel zinvol is om dit gewoon vaker te doen, ook buiten die sessies om. Maar het helpt gewoon om met verschillende mensen op ieder eigen manier te laten kijken naar een bepaald project. Ik word vrolijk van ondernemers die aan het eind van deze dag met een heel concreet idee verder kunnen gaan. En ook dan de kansen hebben gekregen om dat met andere ondernemers te delen. Want de circulaire economie is alles rondom samenwerken. En met samenwerken kom je verder.